Hey Mickey, wat ontzettend leuk om je weer te zien. Leuk, welkom in Jan de Tocht. In jouw museum? Ja, mijn museum. Laat me zien. Drie maanden. Master of Photography. Leuke titel? Heel eervol, ja, absoluut. Zeker met de groep Masters met wie ik gefotografeerd ben voor jullie mooie cover. Ik vond het een heerlijke middag en vooral heel veel bekenden die ik weer terugzag. En het is natuurlijk heel mooi dat je dan dit jaar met elkaar dat mag vieren. Ja, we kennen jou vooral als actrice, zakenpartner van Rob Scholten, creatief directeur van de Supperclub. Het fotograferen is er de laatste jaren zeg maar bijgekomen. Hoe is dat zo ontstaan? Ik denk dat alles uit dezelfde koker komt. Ik ben natuurlijk altijd een soort van creatieve storyteller geweest. Als acteur doe je dat voor de camera, nu doe ik het achter de camera. De ervaringen van al die dingen hebben bijgedragen tot een mooie doosje met levenservaring waar ik uit kan putten met wat ik nu doe. Wanneer kreeg je die eerste camera in je handen? 8 jaar geleden, een maand voordat mijn moeder overleed, gaf ze mij een laatste verjaardagscadeau. Vandaag mijn verjaardag. Dus op deze dag, 8 jaar geleden, kreeg ik dat. En ze stierf 4 weken later en ik verhuisde met Adam naar Amerika. Dus die camera werd een soort van belangrijk ding wat ik iedere dag bij me wilde hebben. Mijn moeder was dan nog een beetje bij me en ik moest een soort van nieuw leven opbouwen. En dat was een soort van love at first sight. En iedere dag ging ik de stad in. Ik heb alles gefotografeerd wat los en vast zat, 2 jaar lang. En op een gegeven moment werd het wat, zeiden mensen, dat doe je goed, daar moet je wat mee doen. Wat zijn typische kenmerken van jouw portretfotografie? Er zit een verstilling in. Ik ben altijd op zoek naar de kwetsbaarheid van de mens. Dus niemand poseert, niemand maakt zich mooier. Ze zijn allemaal heel rustig en echt in zichzelf. En het is loeischerp. Dus de ogen zijn de poort naar andere gedachten toe. Je hebt een tentoonstelling gehad in binnen- en buitenland, meerdere. Ben je als fotograaf gearriveerd? Nee, ik ben net begonnen. Ik ben echt net begonnen. Het is alleen een beetje snel gegaan. Het is natuurlijk idioot dat je na 4 jaar al een museum tentoonstelling hebt. Maar ik heb het met 2 handen aangepakt. Ik ben ze enorm dankbaar. Veel van die portretten staan in jouw boek, je eerste boek, Through the Eyes of Others. Waarom die titel, Door de Ogen van Anderen? Door de ogen van een ander en dan is het ook nog Through the Eyes of Others, I See Me. Toen ik werd gevraagd 1 jaar geleden om deze expositie te maken, ben ik heel erg gaan kijken naar mijn eigen werk. Wat is de rode draad? Wat is het verhaal dat ik vertel? En ik heb me gerealiseerd dat ik ben alleen maar geïnspireerd door die ander. Door de ogen van een ander zie ik alleen ook mezelf. Want als je ziet wat ik heb gemaakt, zijn portretten van mensen. Uiteindelijk zijn het natuurlijk ook zelfportretten. Het is ook je eigen verhaal wat je vertelt. Zonder andere mensen heb je geen reflectie. Het leven was niet allemaal gemakkelijk. Je hebt je vader niet gekend. Na een volledige zwangerschap ben je je zoontje Pepijn verloren. En je kreeg een miskraam na de bomaanslag op Rob Scholten, naast wie je toen in de auto zat. In een interview las ik dat je zei, van de pijn maak ik mooie kunst. Ja, van de pijn maak ik iets moois of zo. Ja, RC maar had het gezet. Herbeleef je die pijn dan opnieuw? Of hoe doe je dat? Nou, het was, volgens mij ik had het met die journalist over de Oscars dit jaar, waar Meryl Streep zei, take your shit and turn it into gold. En dat was een uitspraak die enorm veel applaus opleverde. En als je dat kunt doen met je levenservaring, dat je die dingen die misschien wel pijn hebben gedaan, dat je die kunt omzetten tot iets moois en nieuws wat weer doorleeft, hè, zoals Poppenhuis bijvoorbeeld, ja, dat is heel dankbaar. Ik vond namelijk tijdens mijn scheiding 2 jaar geleden een heel klein doosje wat mijn moeder nog had bewaard. Dat had ze 20 jaar geleden ingepakt. Maar er zaten echt alleen maar dingen in die wat je net beschrijft, hè, de kinderen die niet geboren zijn, de scheidingen. Dat zat allemaal in die objectjes, want dat waren 2 lege babykribjes. En toen dacht ik, wauw, wat idioot dat zij dat toen heeft ingepakt. En als ik nu naar mijn poppenhuis kijk, als ik dat erin zet, dat het eigenlijk die leegte laat zien. Maar dat vond ik ook heel mooi. Dus dat heb ik gefotografeerd. Het thema van Masters of Luxury is de Design Edition. Wat typeert volgens jou Dutch design? We leven in een Puriteins land. We leven in huizen zonder gordijnen waar je gewoon naar binnen kunt kijken. We zijn heel direct verbouwd. Dus onze beelden zijn denk ik ook heel direct en sterk. En dat spreekt aan in het buitenland. Onze design is eigenlijk heel clean, schoon. Zonder veel tirelantijntjes. En ik denk dat dat de kracht is. Morgen vlieg je terug naar Los Angeles, waar je woont. Wat staat er op je agenda? Ik lig morgen in een zwembad met Sophie. Dat is een hele grote pink flamingo. Bij een goede vriendin van me. En dan ga ik even heerlijk uitrusten, want ik ben best moe na deze 3 maanden. Dan moet ik over 3 weken naar Austin, Texas. Daarna naar Tijuana, Mexico voor een andere museum solo. Costa Rica
En dan kom ik in november weer terug voor de Pan en de Luxury. En wat ga je doen als je zometeen uit deze bank opstaat? Je koffers pakken? Nee, die zijn al gepakt. Ik heb zometeen 2 rondleidingen en volgens mij komen nog een paar honderd mensen gedag zeggen. We gaan taart eten, want het is mijn verjaardag. Ik ga je nu gedag zeggen. Fijn, dankjewel.